Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 9 mei. Langzaam maar zeker gaat het geleidelijk aan veranderen de komende dagen. Er komt meer bewolking en het wordt wisselvalliger. Maar vandaag werd het opnieuw een zomerse dag op veel plaatsen met temperaturen die opliepen tot boven de 25 graden. We zien op deze satellietfoto wel bewolking boven België en boven Frankrijk. En die bewolking die kruipt langzaam maar zeker naar het noorden. En dat betekent dan ook dat wij vooral in de loop van de avond en nacht vanuit het zuiden meer bewolking gaan zien. Maar de temperaturen die blijven hoog en in het midden en noorden van het land is het ook nog gewoon voluit zonnig vanavond. De temperaturen liggen ruim boven de 20 graden. Heel misschien dat er vanavond in het zuiden van het land een enkele bui valt. En ook vannacht zou dat kunnen. De minima liggen dan tussen de 14 en de 15 graden. De wind die waait uit het oosten. Momenteel is dat nog een matige tot krachtige wind. Vannacht neemt die wind af en is die overwegend matig. Ja, en morgen, dan worden toch wel weer op diverse plaatsen zo'n 24 tot 25 graden. De hoogste temperaturen worden dan in het noorden verwacht. Er trekken wel wolkenvelden over en de lucht die wordt geleidelijk aan toch ook wat vochtiger. Dat betekent dat het weerbeeld een meer benauwend karakter gaat krijgen. In het zuiden van het land neemt geleidelijk aan de kans op onweersbuien toe. Ook morgen nog een wind uit oostelijke richting. Woensdag, nog steeds hoge temperaturen, want de warmte wordt nog niet echt verdreven. Opnieuw temperaturen die oplopen naar zo'n 24 tot 25 graden in het noorden. Maar de kans op buien wordt wel groter en er is ook kans op onweer. Donderdag ook nog temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Vrijdag lijkt het dan wat minder warm te worden. Maximaal liggen dan tussen de 17 en 20 graden. Belangrijkste reden dat het kouder wordt, is dat de wind naar het noorden draait. Want de vrijdag dat wordt op zich wel een hele aardige dag met flinke zonnige perioden. Vooral langs de kust is het mooi weer. En dan de dagen erna. Het Pinksterweekende komt eraan. En dan valt er wat op. Het wordt opvallend koud tijdens de Pinksteren. Maxima liggen over het algemeen zo rond de 12 graden. Dat is ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Na de Pinksterdagen gaat de temperatuur geleidelijk aan wel weer omhoog. En wat het weerbeeld betreft, zoals het er nu naar uitziet, valt er dus af en toe een bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.